Mobilisatie, de schrik van elk vredelievend volk, bracht in ons land een grote ommekeer. Zo stoer en vol zelfvertrouwen klonk het nog in de winter van 1939 op 1940. Want wij Nederlanders, wij blijven neutraal, net als in de Eerste Wereldoorlog. Maar als dat niet mogelijk mag zijn, dan zullen we ze van Jetje geven en zullen de Duitsers hun tanden stuk bijten op onze Gemmelinie. Dit was het dan dus, hè? Hier moesten ze het mee doen. Dit is het. Dit is de laatste verdedigingslijn op de Hebbenberg. Ja. Dit is de lijn die eigenlijk valt tweede Pinksterdag, 13 mei 1940. In die mobilisatieperiode had je een lied, Blonde Mientje. Blonde Mientje heeft een hart met prikkeldraad, blijf maar thuis, prikkeldraad. En Blonde Mientje was dan de vesting Holland, een speelse verwijzing naar Wilhelmina. Maar daar werd een idee gewekt dat wij gewoon een onneembare vesting waren. En dat idee werd gecommuniceerd door de politieke en militaire autoriteiten. Gecommuniceerd met het Nederlandse volk. Maar ja, feitelijk stelde dit natuurlijk niet zo gek veel voor. Wereldoorlog nummer 1, toen waren de Duitsers die waren rechtstreeks België binnengegaan. En wij waren neutraal. En iedereen praatte erover, wij waren neutraal. Dus ze zouden Nederland niet binnenvallen. Ik ben nogal wat veteranen gesproken en een groot aantal van die veteranen konden zich gewoon niet meer herinneren dat ze ooit een fatsoenlijke oefening hadden gedaan. Van 1 september 1939, op het moment dat ze hier aankwamen, tot 10 mei 1940. En dat is wel raar, weet je. Een soldaat zijn, dat is een vak, dat moet je leren. En de Nederlandse soldaten was dat niet geleerd. En hadden ze materiaal om mee te werken? Ja, er was wel materiaal, maar hier stond van alles wat eigenlijk gewoon het museum thuis hoorde en niet op het slagveld. Hier stonden kanonnen bij oude hand, 12 lang staal. 144 stuks hadden we het Nederlands leger, die waren 1877, 1878. Hier vlakbij stonden kanonnen 6 veld, dat is 1894. En als je dan realiseert, dat waren kanonnen van ruim voor de Eerste Wereldoorlog. Dat in de Eerste Wereldoorlog die militaire techniek enorme evolutie doormaakt. Nou, dat ontgaat het Nederlands leger volledig. Ja. Die werken met dat zwaar verouderd materieel. Je hebt de berg, de laagte is de Nude en Wageningen. En in de Nude moesten wij zelf stellingen bouwen. Die waren er niet. Dus er was een timmerfabriek, die maakte hokjes. En die hokjes die werden ergens geplaatst. En daar werd zand aangevoerd en daar maakten wij een bult van. En dan kropen wij in die hokjes. En dan zaten daar schietgaten in. Dat was dus ons verdedigingssysteem rondom tussen Wageningen en de Geb. Met de trekkers en de kanonnen moesten wij bijvoorbeeld zo in zo'n weg buiten Hoorn moesten wij rijden. En dan moest de chauffeur op een gegeven moment de berm in rijden. En dan moesten wij in die berm moesten wij het kanon klaarmaken. En dan werd op de horloge gekeken hoe lang... Hoeveel seconden wij bezig waren om de kanon in stelling te brengen. 24 seconden. Zo. Konden we vanuit rijden dus. Hè. Toen hebben ze ons in die weken tussen Pasen en Pinksteren, hebben ze ons een paar keer meegenomen ook naar zogenaamde stellingen die we hadden in de bossen achterrenen. Die stellingen die waren nog helemaal niet klaar, die waren in opbouw. Dat was een gat gegraven. En, ja, een paar gaten dus naast elkaar. En dat was alleen maar de plaats waar ons kanon kon staan. Want we hadden een panzerafweerkanon. Hè? Hmm. En we hebben dus dat wel bekeken, maar daar moest nog verder aan gewerkt worden. Ik heb begrepen dat zijn mensen van de genie die daar de boel moesten klaarmaken. Ja. Maar lang niet klaar. Wij zijn wat dat betreft vrij naïef. Er zit hier een dierentuin achter. Nou, dat dierentuin bleef gedurende de hele mobilisatie open voor het publiek. En dat publiek kwam in grote getalen op bezoek. Nederlandse dagjes mensen, maar ook Duitse militairen. Die laatste groep overigens nooit in uniform, dat doen we niet. En daar stond een uitkijktoren in oude hand. En die uitkijktoren gaf een perfect zicht op die mooie Gelderse Vallei. En toevallig op alle stellingen die hier... Nou, er zijn bij name toenaam Duitse spionnen bekend.
agenten die hier rondgelopen hebben, die indruk op papier gezet hebben. Die rapporten liggen er nog steeds. En die kijken hierna en die zeggen dat stelt allemaal niet zo gek veel voor. Het zijn een beetje veldversterkingen. En nogmaals, als je dat bekijkt gewoon ten opzichte van Ypres of Verdun of wat daar allemaal aangelegd is.